De vergrijzing neemt toe, zo ook in Amstelveen. De groep 65-plussers neemt de komende 25 jaar met 37% meer toe dan de groep 20 tot 65-jarigen. Daarmee verandert de verhouding tussen ouderen en het werkende deel van de bevolking. De grijze druk zal van 33% tot bijna 45% stijgen. In deze serie kijken we naar hoe Amstelveen zich voorbereidt op de vergrijzing aan de hand van verschillende thema's. Met in deze aflevering eenzaamheid. Eenzaamheid onder ouderen is landelijk een probleem. Bijna de helft van onze ouderen voelt zich eenzaam. In Amstelveen wordt veel aandacht besteed aan activiteiten waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er verschillende ouderenkoren, zoals het Open Hofkoor, dat al sinds 1981 bestaat en sinds dit jaar een vrouwenkoor is. Het koor is ontzettend belangrijk voor de dames. Ik was een jaar of 54, zoiets, 55, dat ik bij het Open Hofkoor kwam. Ik vind het heerlijk. Je bent bezig en je doet het met plezier en je hebt wel veel vreugde in de liedjes met zingen en zo. She was the true love of mine. Je ontmoet allerlei leuke mensen. Ik ken er natuurlijk al een heleboel, maar je ontmoet ook weer nieuwe mensen. Ik kom hier altijd in het pluspunt, hè? En daar ben ik heel blij mee. Want mijn man is dus overleden sinds anderhalf jaar. En ja, ik heb wel lieve kinderen hoor. Ze doen alles voor me. Maar je bent toch alleen. De muren praten niet tegen je, zeg ik altijd. Zingen bindt. Maar er is natuurlijk ook sociale binding. Dit zijn mensen die op leeftijd zijn en daardoor gauw in eenzaamheid zouden kunnen komen. Zo'n groep houdt hun uit die eenzaamheid. Dus de sociale factor is niet uit te vlakken. Die is heel belangrijk. En dat merk je als ze de repetitieruimte binnenkomen. Ze hebben elkaar veel te vertellen. En je merkt ook dat ze met elkaar sociaal verbonden zijn. Dus steun hebben aan elkaar, letterlijk. Ik vind het heel belangrijk voor de oudere mensen. Dat je dus contact hebt met elkaar. Hè? Je vereenzaamt niet, vind ik. Hè? Je moet zelf natuurlijk ook wel openstaan voor het een of het ander. Maar ik bedoel, als je contact hebt met de mensen die je ontmoet, dat is ontzettend leuk. Serieuze gezichten tijdens de repetitie. Vandaag even geen tijd voor geklets. Want er staat iets belangrijks voor de deur. Het eerste optreden als vrouwenkoor in de Paaskerk. De 78-jarige Lisbeth Huizer doet er alles aan om geen repetitie te missen. 3 maanden geleden ben ik gevallen. Heb ik best een goede breuk gehad, mijn pols en twee. En toen hadden we net 2 maanden vakantie gehad en toen begonnen we weer. En toen zat ik in het revalidatiecentrum. En dan was ik een kwartier binnen, heb ik meteen een gesprek met de arts gehad, uitgelegd. Ik zeg, mag ik er niet naartoe? En hebben ze het bij elkaar gegaan. Toen mocht ik er naartoe. En ik heb geen één keer gemist. Ik doe er alles voor om er gewoon naartoe te kunnen. En in een rolstoel kom ik er ook. Alleen ja, dan wordt het lastig als je meedoet aan het concert. Maar ik denk dat het ook wel lukt. Dan zetten ze me gewoon in die rolstoel op het toneel. En zolang ik zingen kan. Ik denk niet dat het koor alle eenzaamheid op kan lossen, maar het is wel, heb ik gemerkt, een punt in de week waar de dames naar uitkijken. En ja, van, dat is leuk en ze bellen elkaar ook en ze hebben natuurlijk ook hun sociale contacten door het koor. En dat gaat vrij ver, heb ik gemerkt. Hele vriendschappen, heel langdurige vriendschappen. Kind en ik heb eigenlijk, ja, ik heb 2 dochters, maar verder heb ik geen familie. En de dochters die werken alle 2, dus die komen ook niet elke dag en die bellen niet elke dag.
En ik ga ook wel met buren om, maar ja, je zit niet altijd bij elkaar. Dus ik ben ook heel veel alleen. En dan is dit een vast punt wat gewoon leuk is om, plus dat je nog vermaakt ook. En nee, dus ik vind het wel heel fijn.